Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Ruim 300 Nigerianen ontvangen grondbeschikkingen. Successen niet uitgebleven tijdens operatie Marbonsu. Openbaar ministerie en KLAT hebben tal van zaken in onderzoek. Meerjaren ontwikkelingsplan is richtinggevend en geen actieplan. En koester uw gezondheid, ook in 2022. Ruim 300 Nigerianen hebben op dinsdag 21 december grondbeschikkingen in ontvangst mogen nemen. Speciaal voor deze gelegenheid waren president Chandrika Prasad Santokhi, vice-president Ronnie Brunswijk en minister Dinota Forswijk naar het district Nikeri afgereisd. Het staatshoofd gaf aan dat de regering een inhaalslag zal maken voor wat betreft het uitreiken van grondpapieren. Wij zullen samen moeten werken aan het verder opbouwen van dit land, aan de verdere opbouw en ontwikkeling van het district Nikeri. Zonder grond is er geen welvaart. De minister heeft u het een en ander uitgelegd over wat u moet doen als u uw beschikking in handen hebt. Volgt u die richtlijnen. Wij proberen te voorzien in de behoefte van een stuk grond voor bebouwing en bewoning, voor productiedoeleinden of sociale doeleinden. Feit is, de regering komt haar verkiezingsbelofte na. De regering doet wat zij beloofd heeft, namelijk voor elk Surinamer een stuk perceel. Ik wens u veel succes toe en maak er iets moois van. En het jaar 2022 wordt het jaar van aanpakken, resultaten neerzetten. En dan kom ik nu bij het vraagstuk waarvoor jullie allemaal hier zijn. Grondorie. Voor wat betreft grondbeleid hebben wij als regering beslist dat elke Surinamer aanspraak maakt op een stukje grond. En iedereen vanaf de leeftijd van 21 jaar mag zich registreren digitaal. En ik hoop dat jullie al begonnen zijn om te registreren. En van de minister van GBB heb ik begrepen dat aantal registratie ver boven de 50.000 nu is. Van personen die een stukje grond nodig hebben. Houd het vast. Tweede is, we hebben nu in alle districten grond geïdentificeerd. Alle districten. Gronden die toebehoren aan de staat. En we hebben de regering stop. Vice-president Nami afgeroepen. Weekend, Gusdofeb, 5 uur, 6 uur lang Gusdong. Walotori, en een van de zaken is komende week gaan we starten in de regeringstop, in een coalitie, in de regering, om alle gronden te presenteren. En dan gaan we beslissen, een grond is hier, gelet op, een karakter voor een groepade is bestemd voor landbouw. Een grond is hier, is bestemd voor woningbouw. Een grond is hier, is bestemd voor tuinbouw. Een grond dat hij bestemt voor speeltuin, parken. Dat gaan we allemaal beslissen. En dan gaan we de aantallen beslissen. Vierkante meter. En we gaan dat verdelen. En dat gaat ook in Nikeri gebeuren. Iedereen gaat een stukje grond krijgen. Ook u bent opgeroepen vandaag om uw beschikking vandaag in ontvangst te nemen. Hoe voelt u zich? Ik voel me echt goed, want ik heb te lang gewacht, ik heb te lang gewacht, 35 jaar lang moest ik wachten voordat ik het heb gehad. Ja, en ik voel me
Ik voel me echt goed vandaag. Want die hele tijd lag ik s'avonds en ik kon niet slapen. Want je dacht, soms kan iemand anders komen en zeggen, de persiel is van mij. Oké, daarop was ik echt bang. Maar voor de rest, nu voel ik me heel anders. S'avonds ga ik beter slapen. Het Nationaal Leger heeft in de periode 7 tot 13 december de operatie Marbonsu uitgevoerd. Tijdens deze interdepartementale acties zijn controles opgevoerd en de aanwezigheid van de overheid verhoogd in gebieden waar dat minder was. Plaatsvervangend bevelhebber luitenant-kolonel Werner Kio Assen zegt dat de successen niet zijn uitgebleven. Hij gaf tijdens een persconferentie van het ministerie van Defensie op 21 december de volgende informatie. Ik ben de luitenant-kolonel Kio Assen. Ik zal u heel kort informeren over hetgeen we hebben gedaan tijdens operatie Marbonsu. Marbonsu hebben we uitgevoerd in de periode 7 tot en met 13 december. Het is een legeroperatie geweest met een interdepartementaal karakter. Dat wil zeggen dat wij het voortouw hebben genomen en gezamenlijk met andere actoren uit het veiligheidsdomein dat wij de controles hebben opgevoerd, de presentie van de overheid hebben verhoogd in gebieden waar het iets minder is en de successen zijn niet uitgebleven. Goed, wat was aanleiding hiertoe? Waarom hebben we operatie Marbonsu moeten afzetten? Als we vooral het eerste punt, de recentste 3 jaren nagaan, werden we steeds geconfronteerd met verruwde criminaliteit in het achterland. Vooral in de binnen- of in de goudvelden werd er heel veel berovingen gedaan. En dat ging met heel veel geweld. Aan toe. Wat we ook hebben gezien is dat deze criminelen meestal in deze periode van het jaar actief of extra actief werden. Te beginnen, laten we zeggen, de eerste week van november tot voor kerst, misschien iets na kerst, dat de mensen toeslaan. Vervolgens komen ze naar Paramaribo om de feestdagen door te brengen. Met familie en vrienden. Of ze gaan op een illegale manier terug naar het land van afkomst. Dus dat is een trend die we hebben kunnen zien de afgelopen jaren. Dus dat was ook reden voor ons om alert te zijn. Toen we bezig waren met de voorbereiding van deze operatie, kregen we ook op dat moment meldingen van gewapende roofovervallen in het Tumatu-gebied. Dat is het gebied noordoosten van Lange Tabbetje. En ook de berovingen die plaatsvonden in het Pakira-gebied en het Apomatapu-gebied. Dat was nog meer reden voor ons om iets te gaan doen. Wat we ook hebben gezien is dat nu de vijfde golf voorbij is, dan heb ik het over COVID. Als we teruggaan naar de vierde golf is afgelopen. Wat we gezien hebben bij de derde golf, die is ontstaan grotendeels door ongebreideld personenverkeer vanuit het oosten en zuidoosten. Wat we gezien hebben in de regio, zolang Frans-Guyana bijvoorbeeld te maken heeft met stijgingen, wij ook geconfronteerd worden een week plus daarna. Dat betekent dat er heel veel personenverkeer plaatsvindt, ongebreideld. Dus wij wilden het gezag ook daar gaan opvoeren. Binnen de samenleving moet niet de indruk worden gewekt dat corruptiezaken niet worden onderzocht. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi neemt het wat tijd en kan men zich geen vormfouten permitteren. Het staatshoofd deelde het parlement op maandag 20 december 2021 mee dat er momenteel 31 zaken liggen bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft de regering 30 kwesties doorgeleid naar de Centrale Lands Accountantsdienst, CLAT. Meneer voorzitter, omdat dit vraagstuk vaker besproken wordt, niet alleen hier in het parlement, maar ook in de samenleving, in de media, is het belangrijk om te benadrukken dat de aanpak
van corruptie en het versterken van de rechterlijke macht, namelijk hun vruchten beginnen af te werpen. We zijn er nog niet, maar de resultaten komen allemaal binnen. De regering heeft inmiddels 31 zaken gestuurd naar het Openbaar Ministerie voor onderzoek, meneer voorzitter. De regering heeft ook 30 zaken gestuurd naar de KLAT voor onderzoek. Op dit moment worden er 6 zaken onderzocht en 31 zaken door het Openbaar Ministerie. 6 zaken door de KLAT en 31 zaken door het Openbaar Ministerie, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, het Openbaar Ministerie heeft reeds een aantal zaken aangebracht bij de zittende magistratuur, waarvan 6 zaken waar een gerechtelijk vooronderzoek verricht wordt door de rechtercommissaris. En die is inmiddels overgegaan tot vervolging. In de zaak van de gewezen minister Hoefdraad is inmiddels na een intensief onderzoek een veroordeling uitgesproken door de rechterlijke macht. De voorzitter, op het ministerie van Openbare Werken worden verschillende projecten die zijn uitgevoerd tussen 2010 en 2020, waarbij vermoeden is dat er sprake is van onregelmatigheid, onderworpen aan een onderzoek door de KLAT. Zo worden onderzoekingen verricht bij de Wegenautoriteit, de vuilophaaldienst en ten aanzien van de aanschaf van bussen, de bouw van hoofdkantoor van douane, het ontwerp voor nieuw hoofdkantoor van het ministerie van OW. En al deze zaken worden onderzocht op dit moment door de Slans Accountant Dienst. Trektoren, meneer voorzitter, die voor de verkiezingen aangeschaft waren met staatsmiddelen, vermoedelijk zijn ze gedoneerd of verdeeld onder mensen, vrienden, om stemmen te kopen. Feit is dat die trektoren nergens te vinden zijn. Bij de staat of bij het ministerie van OW. Al deze zaken worden onderzocht. Ja, meneer de voorzitter, kost tijd, omdat we corruptiezaken heel zorgvuldig moeten voorbereiden, zorgvuldig moeten onderzoeken. En wij willen geen vormfouten permitteren. Maar zodra het KLAT onderzoeksrapport af zal zijn en aanleiding zal geven voor strafrechtelijk onderzoek, zullen deze zaken worden doorgeleid naar het Openbaar Ministerie. Zo ziet u, meneer de voorzitter, dat bestrijding van corruptie niet alleen in woord gepredikt wordt, maar ook in daden. We voeren het uit. Er wordt gewerkt aan het terughalen van de gestolen gelden en het straffen van de daders van corruptie. Een meerjarenontwikkelingsplan is richtinggevend. Het pretendeert niet alles in zicht te hebben en is geen actieplan. Zo kunnen er ook geen loonsverhogingen in worden opgenomen. En zo sprak minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning op maandag 20 december in het parlement. De bewindsman benadrukt dat er in het MOP geen zaken worden opgenomen die achteraf niet waargemaakt kunnen worden. Een MOP is richtinggevend. Een MOP pretendeert niet alles in zich te herbergen. Dus een MOP is niet een actieplan, zoals kennelijk de gedachte is. Dus de detaillering in een MOP, voorzitter, is anders dan de detaillering in een uitvoeringsplan. Dus ik wil voor de discussie, want een heleboel vragen hebben daarmee te maken. Onder andere de vraag van uw geachte lid Zang, neem de loonsverhogingen op in een MOP. Dat neem je niet op in een MOP. Loonsverhogingen zijn afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen, onder andere de koers, onder andere de inflatie, etc. Dat zijn zaken die je bepaalt op basis van die ontwikkelingen op dat moment, voorzitter. En een reële aanpassing hoeft niet per se vanuit loonsverhogingen te komen. Wij zijn bezig en we hebben in tripartiet verband een model afgesproken waarbij die reële vooruitgang vanuit de belastingssfeer wordt gegeven, voorzitter. Die koopkrachtversterking is een reële vooruitgang en dat wordt vanuit de belastingssfeer gegeven. En dan kun je dat ook nog misschien combineren met
loonsaanpassingen, dus optoppingen op het salaris, maar dat hoeft niet per se. Dus voorzitter, we moeten erop bedacht zijn dat we in het MOP niet zaken opnemen omdat we dat zo graag willen, die gegeven het voorschrijdend inzicht en de omstandigheden dan misschien achteraf niet correct blijken te zijn. En dan verwachtingen creëren die we niet kunnen waarmaken, voorzitter. Het MOP nogmaals is richtinggevend, geeft de beleidsrichting aan en het is geen detailuitvoeringsplan, voorzitter. Het jaar 2021 nadert zo zoetjes aan zijn einde. Het is een zeer turbulent jaar geweest als gelet wordt op de COVID-19-pandemie. Gedurende 2021 heeft het virus vol toegeslagen, miljoenen levens geëist en net zoveel slachtoffers die nog met de naweeën te kampen hebben. Daarnaast hebben zich meerdere varianten gemeld, waardoor het nodig was dat de mens zich extra moest beschermen. In Suriname is de gelegenheid dat u zich door vaccinatie laat beschermen volledig gegeven. De mogelijkheid daartoe bestaat nog steeds. Helaas kiest om velerlei redenen niet een ieder hiervoor. Wij gaan echter een nieuw jaar tegemoet, een jaar waarin uw gezondheid het hoogste goed blijft. Koester uw gezondheid, leef en eet gezond, beweeg en kies voor vaccinatie. Dit was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. En ik wens u een hele mooie avond verder. Goedenavond.